Waarom is de politie nu bijna 3 jaar na die brandstichting zo intensief met de zaak bezig? Nou, het kan zijn, en dat denken we echt, dat er 3 jaar nadat het gebeurd is, mensen zijn die meer informatie hebben. In september 2015 gaat het levenswerk van Barry Oosting, zijn eigen autohandel, letterlijk in vlammen op. En de zaak die blijft hem maar bezighouden, tot op de dag van vandaag. Hier stond de camper die in de brand is gestoken. Een camper is in de brand gestoken? Klopt. Wat nog meer? Ja, wat nog meer? Zoals je ziet is het woonhuis is nu vrij nieuw weer. Maar dat is overgeslagen van carport naar huis, naar schutting, naar kantoor, naar auto, naar auto, naar auto, naar auto. En één heel groot probleem, je was niet verzekerd, hè? Klopt, ja. Maar dat gaat om 10.000 euro's. Ja, tussen de 50.000 en 75.000 euro, dat was verloren, ja. De politie denkt eerst aan kortsluiting. Maar deze camerabeelden van de buurman bewijzen dat er opzet in het spel is. En dan ben je helemaal niet goed. Dan denk je van, godverdikke, maar dat zulke mensen dat doen. Die lopen gewoon vrij los hier in Nederland. Die steken de boel gewoon in de fik van iemand anders. En waarom? We weten nog steeds niet waarom. De brand heeft veel impact op de levens van de betrokkenen. Zoals Lisanne, de dochter van de buurman. Op de bewuste nacht ligt ze net in te dutten als het vuur overslaat naar haar slaapkamer. Bijna 3 jaar later heeft ze het er nog moeilijk mee als ze terugdenkt aan de nacht dat ze ontsnapt aan de dood. Het is wel bizar dat je beseft nu dat je had gewoon dood kunnen zijn. Ja, nou ja, in het begin had ik dat ook heel erg en barst ik ook echt gewoon in huilen uit van ja, ik had inderdaad ook hier of niet meer kunnen staan of gewoon ja, verbrand kunnen zijn of wat dan ook. En ja, nu ik dat dan, ja, ik snap niet dat je iemand anders zoiets aan kan doen en dan helemaal ook niet bij nadenken van, goh, dit is naast een huis, er wonen ook mensen. Dat je gewoon niet nadenkt van, goh, wat je allemaal nog meer aan kan richten dan dat. Hoe kijk je hiernaar? Ja, met verslagenheid natuurlijk. Wat je 10 jaar opgebouwd hebt, dat is in een tijd van 3-4 minuten weg. Het gaat heel snel, maar herken jij die man? Ja, die man, uiteindelijk herken ik die man op de beelden, ja. Wie is dan? Nou, die persoon, wie dan ook verdachte was in deze zaak, dat is een jongen wie meerdere dingen op zijn kerfstok heeft gehad. In die tijd had ik ook een persoon hier lopen die voor mij een paar dingetjes deed. En dat bleek dat hij bij die jongen, heeft hij ook een auto in de brand gestoken. Hij is ook in mijn zaak ook meegenomen als verdachte, omdat er gewoon heel veel tips kwamen naar hem toe. Maar dan zou je zeggen, oppakken en vastzetten? Ja, zo dacht ik ook. En wij dachten ook dat we dan terecht zijn, 1 en 1 is 2. Ja, ze konden de zaak gewoon niet rondkrijgen. En het gevoel dat die dader nog vrij rondloopt? Ja, dat is kloon, ja. Dat vrede elke dag aan je, ja. Gelukkig voor Barry heeft de politie de zaak heropend en de beelden opnieuw verspreid. Waarom is de politie nu bijna 3 jaar na die brandstichting zo intensief met de zaak bezig? Heeft u een doorbraak? Zit u dicht bij de oplossing? Nou, het kan zijn, en dat denken we echt, dat er 3 jaar nadat het gebeurd is, mensen zijn die meer informatie hebben. En het kan best zijn dat iemand in een café iets heeft gehoord of bij de sportvereniging. We hopen ook dat er mensen zijn die meer informatie hebben, die nu de moeite nemen om contact met ons op te nemen, om te vertellen wat er is gebeurd. In ieder geval de informatie die ze hebben, dat met ons willen delen, zodat we iemand kunnen aanhouden en uiteindelijk hopelijk ook voor de rechter kunnen brengen. Herkent u nou de man op deze beelden? Laat het ons en de politie dan weten. En misschien wordt de dader dan alsnog gepakt. En kan Barry de zaak eindelijk laten rusten.